Beste inwoners en ondernemers in Schagen, we staan hier bij de wijk Nest Noord en deze wijk is nog helemaal aangesloten op het aardgasnetwerk. Maar de gemeente heeft besloten om van het aardgasnetwerk af te gaan en dus woningen zonder aardgasaansluiting te gaan bouwen. En dat betekent dat wijken die na deze wijk gebouwd worden hoogstwaarschijnlijk geen aardgasaansluiting meer zullen hebben. De gemeente heeft dat om drie redenen besloten. 1. We willen naar een duurzame energievoorziening. 2. We willen geen aardgas gebruiken in de wetenschap dat het in Groningen steeds meer problemen geeft om aardgas op te pompen. En 3. Ook het kabinet heeft aangekondigd van aardgasaansluitingen af te willen. Dus je zult steeds meer beleid zien dat aardgasaansluitingen duurder maakt. Of het zelfs gaat verplichten om aardgasaansluitingen eruit te halen na 2030. En dat kan dus betekenen dat mensen weer forse investeringen moeten doen in de woning die ze dan relatief kort geleden gekocht hebben. Wij willen dat we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. En elektriciteit geeft die mogelijkheid dat het met zon of waterkracht of wind is opgewekt. Gas geeft dat niet, want gas is in zichzelf een fossiele brandstof. Dat kabinet heeft al die maatregelen dus aangekondigd. Dat gaat over het duurder maken van de energiebelasting op gas. En het weer relatief goedkoper maken van de energiebelasting op elektriciteit. Dus daar wordt het gestimuleerd. En ze hebben concreet aangekondigd vanaf 2030 pompen we geen gas meer uit Slocht erop. Dat betekent dat er allerlei nieuwe systemen moeten zijn geïntroduceerd dan. En als je je woning bouwt voor 50 jaar, dan is het wel ongemakkelijk om na 10 jaar, misschien duurt dat iets langer, zou het 15 jaar worden, na 10 of 15 jaar je hele systeem, dus je verwarmingselementen, je radiatoren, je aansluitingen zelf er helemaal weer uit te moeten halen en daar kosten voor te moeten maken. Op dit moment is een woning zonder aardgasaansluiting duurder, want het vraagt meer isolatie. Je zou met elektriciteit moeten gaan verwarmen. Nou is verwarming van een goed geïsoleerde woning heel beperkt trouwens. Je moet ervan uitgaan dat je nou in ieder geval al meer energie kwijt bent aan het koken en aan warm water voor douchen bijvoorbeeld of in de keuken, dan dat je nodig hebt voor de ruimteverwarming. Nou ja, als je ook nog een keer op inductie gaat koken of zo, dan wordt het helemaal nog beperkter. Dus dan zou het misschien gewoon met een elektrisch verwarmingselementje kunnen. En dan zonnepanelen op het dak. Maar er zijn ook collectieve systemen, warmtepompen bijvoorbeeld, die het mogelijk maken. Nou, we dagen de industrie dus uit om dat allemaal te gaan toepassen de komende jaren. Dat zal ook steeds beter en misschien ook wel steeds goedkoper gaan. Op die manier zorgen we ervoor dat de woningen duurzamer worden. De grote opgave ligt natuurlijk bij de bestaande bouw. Ook daar is een flinke verduurzamingsslag nodig en dat is best wel ingewikkeld. Voor de huur nog iets makkelijker dan voor de koop, omdat de woningbouwverenigingen ook voor kunnen en ook willen investeren. Maar voor particulieren zal er nog wel heel wat nodig zijn. Wij blijven in ieder geval benadrukken dat het belangrijk is. Ik denk dat heel veel mensen ook wel weten dat het belangrijk is. Ik ben heel benieuwd naar uw reactie op onze wens om aardgasloos te gaan bouwen. Naar uw ideeën over het verduurzamen van de bestaande bouw misschien ook wel. Reageer hier onder het filmpje en laat me weten wat het onderwerp van volgende week kan zijn wat u betreft. Hartelijk bedankt, tot volgende week. Doei!